Dit is echt weer een van de moeilijkste experimenten die ik in lange tijd heb gedaan. Hallo lieve mensen, op jullie verzoek ga ik een week lang zonder E-nummers eten. En ik kan je alvast verklappen, dat gaat niet lukken. De hele wereld en je moeder is namelijk een E-nummer, dus sowieso dat ik er fout in ga. Het gaat er dan ook niet om dat ik dit perfect doe, het is een experiment en we gaan kijken wat we ervan kunnen leren. Een E-nummer is een code voor een stof die binnen de Europese Unie is toegelaten als additief in voedingsmiddelen die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. E-nummers zitten in brood, in frisdrank, in kaas, echt bijna alles wat je je wel kunt bedenken. Er zijn mensen die E-nummervrij eten en die gebruiken dan ook vaak een app waarmee aangetoond wordt wat het verschil is tussen verschillende E-nummers door middel van groen, rood en oranje en dat moet dan de schadelijkheid ervan aantonen. Of het vermijden van deze stoffen ergens op slaat, ga je zien in mijn video. Er is zoveel te vertellen. Let's go! Zo, ik heb net een interview gedaan en nu appte Max mij net dat hij boodschappen ging doen en of hij nog wat voor me mee moest nemen. Dus ik heb hem maar gevraagd om paprika's en courgette en aubergines mee te nemen. Want ik heb echt geen idee wat ik anders kan eten op dit moment. Ik moet echt nog flink veel research doen. Dit wordt een helse week. Oké, ik ben dus vanmiddag ook langs het kantoor geweest en ik heb allemaal spullen opgehaald. Leuke post, kerstkaartjes. Van kijkers, deze is van Ellen, super lief. Ik heb de vegetarische rookworst gekregen van Unox. Daar zitten ongetwijfeld E-nummers in, dus die kan ik niet eten. Maar er zitten ook allemaal wortels en aardappelen bij. Voor een lekkere Hollandse stamppot. Dus die kan ik natuurlijk wel fijn eten vandaag. Fijn eten. Maar Max had natuurlijk boodschappen gedaan, zoals ik al zei. En die had dit meegenomen, deze vegetarische burger. En daar staat op, made from ingredients you know. Wat betekent dat? Hey, dat is mijn broer. Maar dat klinkt dus alsof je, alsof er geen chemische troep in zit. En ik zie ook op het eerste gezicht geen E-nummers. Maar ik moet natuurlijk even dieper researchen. Want misschien is er wel iets wat wel een E-nummer heeft ergens officieel. Oké, dit is dus interessant. Ik heb wat dingetjes gegoogeld. En er zit dus gistextract in. En dat klonk al een beetje als een E-nummer. En dat is het dus ook. En dat is de bekende smaakversterker E621, oftewel Fetsin. Wow, er komt even hier zon binnen. Wow. Die is zeer omstreden en zorgt voor de hartige smaak in veel producten. Vanwege de omstredenheid zijn producenten op zoek naar vervanging. Niet eens zozeer vanwege betrokkenheid bij de consument, maar eerder omdat hun producten anders vermeden worden. En zo is gistextract nu een populaire vervanger. Interesting. Dus omdat we weten dat dat slecht is, gaan we het gewoon gistextract noemen. En dan kopen mensen het weer. We zijn ook zulke makkelammetjes met z'n allen. Hè? Dit is het geworden, jongens. Aardappel, paprika, courgette, champignons en 2 eitjes. Daar moet ik het mee doen vandaag. Bij mij op bezoek is Sarai Pannenkoek. Sarai is sportdiëtist, auteur van Eet als een atleet. Dankjewel dat je hier wil zijn. Jij gaat het vraag gaan beantwoorden over E-nummers. En de eerste vraag is, wat zijn E-nummers nou precies en waar worden ze voor gebruikt? Ja, dus E-nummers zijn stofjes die aan producten worden toegevoegd om ze bijvoorbeeld beter te laten smaken, meer kleur te geven en om ze ook langer houdbaar te kunnen maken. Voor één persoon? Zeker voor één persoon. Zo, hallo mensen. Het is inmiddels 1:04 en ik moet zeggen, ik heb gewoon weer echt zo weinig gegeten vandaag. Omdat ik gewoon, er is gewoon minder mogelijkheden. We zijn zo de hele tijd onderweg. Ik leef nu weer op deze reepjes die fucking awesome zijn. Maar ja, daar kan een normaal mens toch niet van groeien. Ik was net overigens bij de NOS om daar de stories te presenteren. De nieuwsquiz. Vet leuk. Dit is het bewijs dat ik daar ook echt was. Kijk maar eens eventjes. Was super tof trouwens om te zien. Al die camera's en waar ze dus het nieuws en zo opnemen. Dat zijn echt mega studio's. Goed, we gaan boodschappen doen. En we gaan eens even flink wat
dingen kopen zonder E-nummers. Hij komt voorbij uit de weg allemaal. Hey, jij gaat opzij voor die pracht en praal. Dans mee, jullie twee, het is een feest, geniet ervan. Zeg, zing je mee, ik hoor dit voor het eerst in mijn leven. Maar vast, daar komt hij aan, Prins Ali. Ik heb het idee dat er best wel een grote groep mensen de associatie hebben bij E-nummers dat het automatisch schadelijk of slecht is. Hoe denk je dat het kan? Ja, en dat komt omdat er verschillende studies zijn gedaan bij dieren, waarin ze dieren hele grote hoeveelheden gaven van bijvoorbeeld een bepaald E-nummer. En die dieren ontwikkelden een bepaalde ziekte, kanker. Nou, dierenstudies kun je niet één op één vertalen naar hoe het voor de mensen gaat. En daarnaast zou je dus onwijs grote hoeveelheden moeten binnenkrijgen van een bepaald E-nummer, mocht het zich ooit wel willen ontwikkelen. Mm-hmm. Maar dan nog, dierstudies, mensstudies kun je niet één op één vertalen. Nee. Dus ik denk dat daarom mensen bang voor zijn, omdat ze de verkeerde studies met de verkeerde conclusies vertalen naar mensen. Oké, ik vind het dus zeg maar best wel frustrerend dat ik hier rondloop en echt niks kan uitzoeken. Echt zeg maar kaas. Heeft al conserveermiddel, dus dat is vast weer een E-nummer. Ik kan gewoon alleen maar bij het groentenrijtje, groente en fruit zijn. En dan uiteraard ook niet voorgesneden of iets, want daar flikkeren ze dan ook weer wat bij. Ik heb al die shit wel jammer. Dus neem het wel mee, anders kan je wel kijken hoe ik het eet. Superleuk. Al het vega vlees heeft natuurlijk E-nummers, denk ik. Hier kan ik natuurlijk ook echt straal voorbij lopen. New day, same food. Is het geworden? Wel heb ik ontdekt dat ik volgens mij dit mag. Want er zit als enige, wat ik niet zeker weet, bakkerszout in. Op Google kan ik er niet direct een E-nummer aan linken. Dus ik mag lekker boontjes eten. Ik vraag mezelf, is zout überhaupt een E-nummer? Ik word hier niet meteen heel veel wijzer van. Dit is echt weer een van de moeilijkste experimenten die ik in lange tijd heb gedaan. Want echt bij alles moet ik googlen en mezelf vragen stellen en andere mensen vragen stellen en... Nou, nee. Ik weet wat dat E-nummers te zijn, maar wat het eigenlijk is, geen idee. Nee, ik let daar zelf niet op. Weet jij wel wat het is? Ja, ongeveer, maar ik ben daar niet mee bezig eigenlijk. Ik let niet eens op wat dingen kosten als ik boodschappen doe. Dus laat staan dat ik daarop let. Zou ik dat moeten doen? Ja, zijn er E-nummers die jij zelf vermijdt? Goeie vraag. Nee. Ik vermijd niet bewust E-nummers. Ik eet redelijk onbewerkt, zoveel mogelijk. Gewoon groente, fruit, gewoon heel simpel. Ik week mijn eigen peulvruchten. En ja, natuurlijk als ik brood koop zitten daar E-nummers in, maar ik heb wel een aantal handige tips om dat een beetje te beperken. Maar ik let er zelf dus niet echt op, nee. Jongens, eindelijk weer eens iets anders dan prei. Namelijk, appeltaart. Yes. Ik vond dit in een winkeltje in Medemblik en het zijn gewoon allemaal, het zijn echt gemaakt van 5 Wow, dat geluid. Er zijn ineens 80 katten op de auto. 5 rauwe raw producten. Jongen, hoe zeg je dat in Nederland? 5 basisproducten, ja, basisingrediënten. Geen ei, geen gluten en zo. Blij meisje, right here. Oké, ik ga vanavond uit. Ik ga weer in dit shirt, dus ik verwacht weer veel grappenmakers die hun bestelling willen doorgeven. Ik heb trouwens ook een super lijpe jas gekocht, tweedehands uiteraard. Deze. Het is echt net een teddy weer. Anyways. Ik heb natuurlijk gegoogeld of er E-nummers in alcohol zitten. En blijkbaar ben ik wel een van de eerste die dat googelt, want ik kan echt weinig info erover vinden. En als ik denk aan bijvoorbeeld vodka, dan is het volgens mij gewoon een natuurlijk product. Maar volgens mij is alcohol dus ook een E-nummer. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Lastig. Wat je overigens waarschijnlijk niet weet, en ik wist dat ook niet, is dat er in bepaalde, ik zie er nu niet uit, in bepaalde tandpasta dus ook E-nummers zitten. Ja, dat verwacht je niet. Het is natuurlijk niet dat je die echt
doorslikt. Tenminste, ik neem aan dat jij geen tapas daar doorslikt. Ik in ieder geval niet. Maar ik vond het wel interessant. En toen moest ik dus denken aan Ecodenta. Wat mijn partner is. Ik hou heel erg van Ecodenta. Ik vind het een geweldige tandpasta. Ze zijn natuurlijk. Ze zijn veel van de Ecodenta tandpasta's zijn vegan. Deze is met houtskool, dus die maakt je tanden nog wat witter. Maar die bevatten dus ook geen E-nummers, want die zijn natuurlijk, zoals ik al zei. Top dus. Wacht, ik moet even doorpoetsen, want mijn hele bek begint te schuimen. Zo, was ik weer. Ja, ik poets dus nu al een tijdje met die zwarte tandpasta van Ecodenta. En ik heb echt het gevoel dat mijn tanden witter zijn. Ik had toen natuurlijk, ik heb er een video over gemaakt. Dit gebeurt als je je tanden gaat bleken. Toen heb ik alle manieren uitgeprobeerd om je tanden te bleken. Met natuurlijke producten, bijvoorbeeld kurkuma en aloe vera. Was lekker hè Max? Maar ik had toen één keer Ecodenta gebruikt. En nu gebruik ik het dus al een paar weken. In ieder geval deze houtskoolversie, want die andere die gebruikte ik daarvoor eigenlijk ook al. Ik ben er blij mee. Dus dat wil ik even met jullie delen. Neem nog even wat mondwater. Is er een soort van simpele manier of een soort van ezelsbruggetje voor gewoon de normale burger om met E-nummers om te gaan? Ja, dus ik denk wanneer je gewoon zoveel mogelijk vers en onbewerkt eet, dan krijg je al veel minder E-nummers binnen dan wanneer je elke dag bij elke maaltijd uit pakjes en zakjes kookt. Dus dat is er één, vers en onbewerkt voor het grootste gedeelte. De tweede is ook dat je de ingrediëntenlijst kan lezen en gewoon kan nagaan of gewoon een soort van spel ervan maakt om bij een bepaalde productgroep, bijvoorbeeld brood, sowieso te kiezen voor een volkoren variant. Maar daarnaast ook te gaan voor het brood wat de kortste ingrediëntenlijst heeft. Hmm. Nou, dan heb je ook al minder E-nummers die je binnenkrijgt. Korte ingrediëntenlijsten. Ja, top. Oké, jongens, hoogste tijd om serieus aan de slag te gaan. Ik heb de website van Smakelijk gevonden. En zij hebben allemaal, volgens mij, allemaal E-nummervrije recepten. Of in ieder geval, ja, schrijven ze daar heel veel over. Dus ik ga een brood bakken. Want ik lust inmiddels wel een broodje. Ik zou Marije niet zijn als ik dit recept gebruik en vervolgens helemaal verander. Omdat dat meer past bij de ingrediënten die ik in huis heb. Omdat ik te lui ben om naar de supermarkt te gaan. Op hoop van zegen. Speldmeel wordt boekweitmeel. Griekse yoghurt wordt haverroomdinges. Vijgen worden rozijnen. Pekannoten worden pompoenpitten. En dit zijn de ingrediënten. Ultimate testing in 3, 2, 1. Ik ben hier helemaal niet ontevreden over. Oh. Is een voedingspatroon zonder E-nummers haalbaar, denk jij? Ja, ligt dus aan van welke kant je het bekijkt. Als je helemaal E-nummervrij zou willen leven, dan kun je dus ook heel veel producten niet meer nuttigen. Omdat bijvoorbeeld het citroenzuur uit een citroen ook een functie heeft als E-nummer. Dus ik vraag me af of je echt helemaal E-nummervrij, echt helemaal vrij kunt leven. En of je dat moet willen dus. En of je dat moet willen. En of het ook voor jezelf gezond is op lange termijn. Ja, ik betwijfel het. Ja, duidelijk. Oké. Volgens mij super helder. Dankjewel. Vandaag heb ik besloten om zelf hummus te gaan maken. Want ook hummus bevat E-nummers. En het is super simpel om dat zelf te maken. Je gooit gewoon wat ingrediënten in een soort van, dit is een soort van mini keukenmachine dingetje. En dan is het klaar. Super stom eigenlijk dat ik dat niet zelf vaker doe. En dat ik het stiekem altijd koop. Echt zo stom. Hou je mond. Oké, aan de slag. The ultimate test. Lekker. Ik vind het dus heel grappig dat toen ik afgelopen week op Instagram vroeg of mensen nog vragen hadden over E-nummers, zodat ik dat kon meenemen in mijn video, dat ik toen hele betogen in mijn DM kreeg met waarschuwingen. Geeft een beetje aan hoe ingewikkeld de kwestie is, maar ook hoe mensen graag van alles mogen schreeuwen zonder goed te lezen. Ten eerste, ik vroeg of er vragen waren. Ik zocht geen advies. En ten tweede, als je denkt dat ik een betoog ga houden over hoe E-nummers schadelijk zijn en je ze moet vermijden, dan heb je duidelijk nooit een video van mij gekeken. Maar ja, als iedereen goed oplette, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Geef niet, Instagram-schreeuwers, jullie mogen er ook zijn.
Ik denk dat we twee belangrijke dingen hebben geleerd deze week. Ten eerste, een leven zonder E-nummers is heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Een E-nummer kan ook een vitamine zijn, dus zeggen E-nummers zijn slecht klopt gewoon niet. Vers en onbewerkt eten, veel groenten, fruit, peulvruchten, geen pakjes en zakjes. Dat moet gewoon de basis van je voedingspatroon zijn. Dit is geen nieuws en eigenlijk ook helemaal niet zo ingewikkeld. Bedankt voor het kijken.